Net als mens en dier krijgen ook planten en bomen te maken met ziektes, plagen en pandemieën. Als je in de plantensector professioneel bezig bent, dan ken je wellicht de cocktail van risico's van tegenwoordig. Het veranderend klimaat laat hier meer en andere plantpathogenen gedijen. Als de lentes warmer worden, dan verschijnen de plantenpesters nog vroeger op het jaar. En dus staan planten meer en langer onder stress. Ten tweede zijn er ziekmakers die meeliften op de wereldwijde handel. En zijn er reizigers die van een verre vakantie zomaar planten of stekjes meesmokkelen met, wie weet, nieuwe exotische ziekmakers. Ten derde, het arsenaal aan gewasbeschermingsmiddelen verkleint. Als er iets mis lijkt in je planten, dan kan je gelukkig snel, efficiënt en accuraat te weten komen wat. Via het hooggespecialiseerd Diagnosecentrum voor Planten, of DCP, in Merelbeke. Hoe komen zij voor jou als plantenproducent tot hun diagnose? Dag Niels. Hey, dag Niels. Een probleempje ben ik gekregen. Ja. Orchideeën met bladvlekken. Ja. Iemand heeft een probleem in zijn plantgoed, zijn gewas of zijn productie en hij heeft geen idee wat het is. Jij bezorgt een staal aan het Diagnosecentrum voor Planten en wij starten onmiddellijk met een brede diagnoseoefening. We bekijken alle mogelijkheden. Is het een bacterie of een virus, een nematode, een schimmel of eventueel een insect of een mijt? Vaak herkent onze specialist de oorzaak al aan het schadebeeld. Voor dieper onderzoek gebruiken we zowel de klassieke basistechnieken als geavanceerdere technologieën. Insecten, mijten, nematoden en schimmels laten zich identificeren onder de microscoop. Heel wat bacteriën en schimmels zijn te benoemen na uitkweek. Maar in het DCP worden ook volop moleculaire technieken ontwikkeld en toegepast. Met de genetische code van de ziekmaker is de identificatie trefzeker. Af en toe is er na de speurtocht toch geen pathogeen te vinden. Dan zoekt DCP mee naar andere oorzaken. Zit het probleem in het water of in de bodem? Bij de finale diagnose geven de specialisten waar mogelijk meteen een therapie mee. Meestal gaat de teler dus naar huis met de naam van de boosdoener en met een teelt- of bestrijdingsadvies.